Hoi allemaal, ik ben vandaag heerlijk aan het spelen met de Art Journal specials van Ilse Kleijer en Charlène van der Vorst. En zoals jullie kunnen zien heb ik al wat gestempeld, want ik wilde een Art Journal pagina vandaag maken. En ik heb eigenlijk deze stempel met de Distress Oxide Cracked Pistachio en Mermaid Lagoon ingezet. En toen heb ik de stempel hierop gedaan. En toen heb ik hem één keer zo. En één keer aan de andere kant heb ik hem gestempeld. En hier en daar nog wat ertussen. En toen dacht ik ineens van joh, laat ik gewoon weer eens even een filmpje maken. Want dat is voor mijn gevoel al een hele tijd geleden. En ik dacht, ik mag sinds, ik denk een week of 4, 5, mag ik lekker spelen met de Art Journal specials van Ilse Kleijer en Charlène van der Vorst. Dus ja, dat ben ik sindsdien ook gewoon regelmatig aan het doen. En ik heb daarbij een zo'n stempelset. Er zijn allemaal bloemetjes en takjes. En oh, die moeten nog even tussen. En zoals je kan zien heb ik eigenlijk die set al veelvuldig gebruikt. Want ik vind die elementjes zo leuk. En ik ben sowieso een fervent gebruiker van de vorm van een cirkelvorm. En om van daaruit lekker te werken. Maar ik merk dat ik de laatste tijd nog weer meer ermee bezig ben. Dus ja. En deze had ik al een kleurtje, althans. Ik heb zo'n bak met allemaal spulletjes die ik of in de eindpagina, zeg maar, als ik uiteindelijk klaar ben, hem toch niet gebruikt heb. En dan heb ik zo'n bak met al die spulletjes en soms ja, gebruik ik ze ook. En ik heb hier al nou ja, uiteraard gestempeld en de Watercolor Palette. Ik krijg hem in het Nederlands gewoon niet uit mijn mond. Maar dit is van Elizabeth Craft Design. Een nieuwe Watercolor Palette. En ik ben er zo blij mee. Echt zo ontzettend blij mee. Lekkere intense kleuren. Je kan ook heerlijk mengen met de kleuren. Dus ja, ik ben happy the peppy. Maar wat ik eigenlijk vandaag wilde doen is, nou ja, het is natuurlijk eerst de paasdag en ik heb lekker al van het zonnetje genoten. Ik heb mijn wasjes weggedraaid en ik wilde vandaag gewoon eigenlijk gewoon even ongegeneerd mijn hobbykamer opruimen. Dat was sowieso wel essentieel, maar ja, ook gewoon lekker even aan de slag. Dan gebruik ik deze even als referentie. Want dit zijn ook de stencils van Charlène en Ilse. Ik heb deze eigenlijk nog niet eerder gebruikt. Maar ik vind het ook zo droomvangers. Weet je dat? Die manier van. Ik vind dat gewoon zo geweldig om vanuit een cirkel van alles naar beneden te laten vallen. Kijken of dat werkt zo. Ja. Die doen we nog even een beetje zo. Yes. Ik hou ervan. Ik word er zo blij van. Doen we nog een beetje. Ja, gewoon ter schaduw. Ja, dat is natuurlijk als je eenmaal die stencil er vanaf knalt. Zo. Dan nog een beetje pistachio erbij. Zie je, oh, niet bewegen.
En ik ben nooit zo heel erg. Kijk, ik gebruik voor dezelfde kleuren. Gebruik gewoon dezelfde schijfje. Daar ben ik nooit zo heel erg moeilijk in. Yes. Vroeger had ik echt, nou, ik denk wel 50 van die schijfjes. En op een gegeven moment werd ik horendol van mezelf om continu te vervangen voor de juiste kleur. Dat ik zoiets had van, joh, alle blauwtinten zijn hetzelfde, alle groentinten, nou noem het allemaal maar op. En dat werkt sindsdien een heel stuk gemakkelijker. Zo, die weer daar naartoe. En wat ik dan persoonlijk heel mooi vind, en ik moet het niet te vaak doen en niet te veel, maar is om dan zo. Ik vind dat watereffect vind ik gewoon zo waanzinnig gaaf. Maar ik wil het niet overal en niet te veel doen. Hier, zo, die daar nog. En dat naar beneden wat strakker is. Dat heb ik eigenlijk ook wel altijd bij de hand, want ik werk gewoon echt heel veel met water. En dat komt gewoon met name omdat ik het een waanzinnig effect vind geven. Maar soms in mijn eigen enthousiasme draaf ik dan weer door en dan gebruik ik weer de föhn en dan gaat het weer bobbelen. En nou, jullie kenden het misschien wel een beetje. Dus voor de film, Voor deze video gebruik ik ook iets meer de heat tool. Ja, gaan we eerst nog. Alleen zit ik heel even te kijken, gaan we dan van zwart of gaan we dan voor? Nou, dan kom ik heel even naar mijn arm. Kijk, want ik denk dat ik gewoon voor een en al die stress nu ga. En dit is de Twisted Citron. Zo. En dan zie ik het dus eigenlijk al gewoon helemaal voor me. En misschien dat het allemaal niet zo gaat eindigen hoor. Maar dan knip ik al deze elementjes uit. En die ga ik dan aan één kant van de cirkel bevestigen. En dan hier zo een tekstje. Die daar. En tegenwoordig werk ik heel veel met alcoholinkt en met waterverf. Tussen die twee loop ik eigenlijk een beetje te hup op dit moment. En ik heb mijn distress oxides eigenlijk al een hele lange tijd niet gebruikt. Dus ik sta eigenlijk nu een beetje van mezelf te kijken. En ik denk dan van, oh ja, dat was mijn eerste, allereerste liefde was de distress oxide. Ik vergeet het nooit meer. Tijdens de Creadoe stond er richting de uiteinde, of de langs, noem je dat, het laatste paadje was dat, richting de uitgang. Er stond nog één steentje en die had een aanbieding van distress oxide. En toen was het geloof ik 5 halen, 4 betalen, iets in die trant. En dat heb ik toen gedaan. Me laat echt gewoon tot de laatste eurocent uit mijn portemonnee geschraapt.
En toen ben ik met die kleurtjes naar huis gegaan. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. En sindsdien was het gewoon liefde. Was het lovey-dovey. Maar ja, dat was inmiddels denk ik 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En sindsdien ben ik ook met andere dingen gaan experimenteren. En ja, op dit moment, sinds eind 2019, ben ik gewoon heel erg heftig verliefd op de alcohol inkt. Bij Elizabeth Craft Design heb ik de planners ontdekt. En ik denk niet dat ik ooit echt een originele planner zal gaan worden. Dat is misschien niet aan mij besteed, maar ik moet hem even laten zien. My precious. Echt. Ik ben zo verliefd. En kijk dan naar de binnenkant. Echt, ik word hier zo blij van. En wat ik dan nog ga doen, is dat, dat heb ik van Ilse Kleijer. Die heeft een echt een hele gave workshop. Hang je vast? Waar hang je aan vast? Ja, daar zo. Zij heeft dus een workshop planner charm maken. En dat weten jullie misschien niet, maar tot een jaar of 3, 4 geleden, was ik dus heel erg into sieraden maken. En dan met Miyuki Beads, Sabine Lippert, nou noem het al maar op. Echt gewoon, armbanden waren gewoon echt helemaal mijn ding. Ook die charm bracelets en zo, noem het allemaal op. Hartstikke leuk. Veelvuldig gedaan. Maar dat is op een gegeven moment in de kast beland. En ik heb die spullen gewoon niet meer aangeraakt sindsdien. Want ja, toen is mixed media gaan overnemen. En ja, zoals iedereen met verschillende hobby's het misschien wel herkent, is dat het een soort van op en neer is van verschillende hobby's die de aandacht krijgen. Maar deze planner charm, en toen ik deze zag, nou echt, ik werd gewoon zo blij. Mijn hart ging gewoon zingen. En toen dacht ik van, hoe ontzettend gaaf. Nu kan ik al mijn charms weer tevoorschijn halen. En ja, ik doe het dan met jump ringetjes. Of ja, dat noem je volgens mij jump ringetjes. Als mijn geheugen het correct naar voren haalt. Splitteringetjes volgens mij, dat is het. Splitteringetjes. Nou, en ik word hier zo blij van. Dus ik heb meteen van die swivel clasps gekocht. En ja, ik heb natuurlijk de stempeltjes. Ik heb van Ilse nog krimpfolie gekregen. Dus ik kan gewoon echt aan de gang. Maar dat vind ik zo leuk om dat ook gewoon hier zo aan te hangen. Aan dat elastiek. Dus ja, dit is mijn planner. Maar ik gebruik hem eigenlijk als art journal. Oh, hij ruikt zo lekker. Oh. Nou dat, al je zintuigen worden erbij betrokken. Maar dat was even een terzijde. Ik ga nu weer gewoon door met knippen. Dit vind ik zo leuk. Alsof je een beetje aan het bloemschikken bent. Dat idee heb ik een beetje. Nog even zo meer. Kijk, dat vind ik beter. Oké, lijn. Oh ja. Ook dat zijn weer van die dingetjes die ik soms gewoon echt vergeet. En dan meestal om gewoon een beetje te onthouden van hoe alles stond, maak ik er altijd een foto van. Maar dat kan nu niet, want ik ben aan het filmen.
Maar ik maak die randjes altijd even zwart. Of bruin. Het ligt maar net aan wat voor ondergrond ik heb. Zo. Ging ik weer uit beeld. Ik kijk zo meteen het filmpje altijd even terug voordat ik het op YouTube of op Facebook plaats. En dan sommige dingen herhaal ik ook gewoon heel vaak. En vandaag is het gewoon heel erg of ik wel in beeld ben. Hebben jullie dat ook wel eens? Ik weet niet of jullie wel eens filmpjes opnemen. Eigenlijk wil ik dat altijd heel gelikt doen met een, weet je wel, met een mooie intro van Leontine's Mixed Media, noem het allemaal op. Maar ik moet nog even uitvogelen, al 2 jaar lang of zo, hoe dat in zijn werk gaat. Zo, die. En dan nog. En dan nog even een mooi tekstje erbij verzinnen. En dan zijn we, oh, en wat ik ook inderdaad nog wilde was met een stencil. Kijken of dat nog iets toevoegt. Ik denk zomaar dat ik de hartjes wil gebruiken. En misschien wel Super Cute. De tekst van Super Cute. Omdat ik hem ook gewoon echt te liefjes vind. Even kijken. Ja, ik weet, ja dat dus. Die. Als een referentie gebruiken. Zo. Hop. Zo. En ik ben niet verkouden, jongens, maar ik denk dat ik een beetje stofallergie ook niet, maar er zit niet helemaal iets lekker. Dan ga ik nog even. Ik
ik heb gewoon... dit is dus niet die soft finish cardstock. En ja, ik zweer daar gewoon ook heel erg bij nu. Nu ik dat gewend ben. Dit is nog eentje die... Ik weet het niet, maar het is niet de meest... het is ook geen 300 grams. Ik denk dat die 220 is. Maar het begint zo te buigen. Dan kan het niet uitstaan. Het moet ook een beetje glad blijven. Horen jullie de frustratie in mijn stem? Hou die ook nog. Hoe ver zijn we? Oh, we zitten nog onder de half uur. Jongens, ik probeer echt mijn best te doen om filmpjes van rond een half uurtje te maken, max. Want ik ben normaal gesproken of niet heel erg snel met het Creabea, of gewoon heel erg ja, langdradig op de een of andere manier. Oké. Die was daar. Zo, en dan. Zo, die gewoon. Daar. En dan. En ik weet het jongens, ik val weer even stil weg, maar dit gepriegel. Vergt van mij altijd even zo. Nee. Hier. Zo, en dan even kijken hoor, want, chipjes. Soms heb je dat wel eens, oh, ik vind dit ook zo'n leuke stempel. Die is van Elizabeth Craft Design, ik weet alleen even niet wie die ontworpen heeft, dus vergeet het me even. Maar ik vind het gewoon, om het even net wat stoerder te maken...
leuk om die cijfertjes erbij te knallen. Alleen, ik ga nu eventjes... Die daar. Hebben we er nog eentje? Ja. Zo. Even kijken, dat daar. Oh ja, dan moeten we nog. Nee, dat is allemaal too much. Maar kijk, dit vind ik ook van die... Deze heb ik ook al meerdere keren gebruikt. Deze vind ik heel gaaf. En sommige kunnen die echt heel mooi inkleuren. Ik heb voorbeelden op Elizabeth Craft Design gezien. Dat ik dacht van, dat is voor mij waterverf 2.0. Maar ja, dat, ik ga er gewoon mee oefenen. Ik ga er gewoon mee aan de slag. Maar dit is ook zo'n setje welke ik gewoon heel gaaf gebruik. Zo, en dan de tekst. Kan die erop? Nee, net niet. Dan ga ik... Oh. We gaan hem wel doen. En waar ben je? Oh ja, hier, super cute. Want we doen jou gewoon heel eventjes uitknippen. Zo. Dan gaan we even een beetje tempo weer maken, want ik zie dat we de 30 minuten gepasseerd zijn. Zo. Okay. Want dan kunnen we hem zo doen. Oh, nice. I like. En dan die nog. En dan ga ik als laatste... Ik denk... Voor gekleurde spetters, alleen, ja, of ik ga denk voor blauwe spetters.
Nice. Zo, gaan we die even terug doen. Weer super cute. Nou, dat zijn jullie zeker. En even kijken, want dan ga ik voor Viridian. Iets meer water. Kijk. Zo. Die. En wat ik altijd eigenlijk doe, er zijn sommige dingen die ik eigenlijk altijd standaard doe, dat is spetters. Vaak in zwart of wit, maar dat vond ik nu eventjes er niet goed bij passen. Is even een zwart kadertje. Ook. Maken. Zo maak je zin af. Werkelijk. Zo, dat is hem dan geworden. En ik vind hem lenteachtig. Ik kan niet anders omschrijven dan dat ik hem heel erg lenteachtig vind. En ik ga hem nog heel eventjes... Zo. En dan iets. Ik hou ervan. Ik moet nog even een datumstempel kopen, want die vind ik wel heel erg leuk nog. Maar We Are Super Cute. Ik vind hem hartstikke leuk. Helemaal fleurig. Nou, dit was mijn Art Journal pagina voor vandaag. En ik heb die gemaakt met de Art Journal Essentials van Ilse Kleijer en Charlene van der Vorst. Check them out, zou ik zeggen. En... wellicht tot de volgende keer. Doeg, doeg allemaal!